Yo mensen, en welkom bij deze speciale oud en nieuwe aflevering van Mijn Vlogs. We gaan niet echt iets speciaals doen. Ik heb, doe me pijn om dit te zeggen, ik heb weer een nieuwe labelhok gevonden. Wat nodig, mijn recensies nodig heeft. Hier zie je het. Dus we gaan even de camera draaien. Ja, hier zitten duidelijk leeuwen. Heb ze daar gevonden. Het speciaal aan deze leeuw is dat ze wit zijn. Ah, was deze camera kwaliteit bagger, man. Nou ja, het speciaal aan deze leeuw is dat ze wit zijn. En nu denken jullie misschien, hè, oh, gaat hij hier nu een lager cijfer geven of een hoger cijfer? Nee, ik ga hier geen ander cijfer voor geven. Want witte leeuwen zijn ook gewoon leeuwen. We gaan nu niet racistisch zijn. Die beoordelen we precies hetzelfde als normale leeuwen. Oh fuck, die ene kijkt. Ze leven nog. Yikes. Ik zet wel een cirkel omheen. Zodat jullie tenminste zien welke leeuw ik bedoel. Dan heb je welke verzameling pixels ik bedoel. En hier zo, aan de rechterkant helemaal, zien we het haar, de manen, van een grote, van een mannelijke leeuw. Nou ja, verder, mooi, ruimte. Ze hebben een brug. De brug ziet er een beetje kapotje uit. Zou er zoiets vanaf vallen? Ik hoop het eigenlijk wel. Of misschien niet, omdat ze het gewoon nooit meer proberen. Het is gewoon poesjes zijn geworden. Dat dit gedeelte van de hok gewoon ongebruikt is. Weet je wat warm is? Nou ja, daar hebben ze een mooie ruimte, weet je wel. Tractorband. Zit er vissen in het leeuwhok, man? Vissen. Fucking dikke vissen. En eenden. Nou ja, mensen, dus ik heb 4 leeuwen gezien, geloof ik. 1, 2, 3, ja, min of meer 4, misschien 5. Ik denk dat het 4 zijn. Dus jullie weten hoe het werkt. Ja, 7 min 4. Dit zijn dan 3 van de 7 leeuwen zijn. Maar ze hebben een hele vet tractorband. Dus ik denk dat we deze nog eentje op kunnen krikken naar 4 van de 7 leeuwen. De tractorband heeft ze gered. Maar ja. En ja, geen extra punten voor hun witheid. Want daar doen wij niet aan. Hele vlogs is niet racistisch. Onthoud dat. Nou, in ieder geval mensen, please subscribe. Bedankt voor het kijken. Gelukkig nieuwjaar. Geniet van het vuurwerk en dat soort troep en zo. Oliebollen, appelflappen, al die shit. Geniet ervan en tot volgend jaar. Later.